Voor pastoor John Hendricks en de hele parochie van Hij Station was het die zondag groot feest. De nieuwe lang verwachte parochiezaal zou immers worden ingewijd. De plechtigheden begonnen met een eucharistieviering opgedragen in de kapel door streekvicaris Verelle, bijgestaan door deken Annaert, pastoor Hendricks, pater De Bie en eerwaarde heer Bats. Het parochiaal koor onder leiding van Theo Dirks werd muzikaal begeleid door de fanfare Moed en Volharding, gedirigeerd door Frans Verbeek. Het eerlint in de nieuwe zaal werd doorgeknipt door burgemeester Smits van Wommelgem, die Leo Tindemans vertegenwoordigde. Namens de kerkfabriek dankte Miel de Kuster alle mogelijke instanties. Hij noemde deze zaal een ontmoetingsplaats voor allen. Volgens pastoor Hendricks was het voltooien van deze zaal het concreet bewijs dat het nog goed gaat op de parochie van Hijst Station. Vicaris Verelle onderstreepte dat dit gebouw een ontmoetingsplaats moet zijn waarin ieder zich kan thuis voelen. Hij zegende het kruisbeeld, waarna bereidwillige handen het meteen tegen de muur spijkerden. Tijdens de daaropvolgende receptie werd druk gepraat over deze nieuwbouw die twee zalen omvat, allebei met een ingerichte keuken. Verder is er ook een nieuw giroheem voor de aspirantenmeisjes en een secretariaat voor de spaardienst. Tot grote vreugde van de pastoor arriveerde rond 21 uur in de avond Leo Tindemans, die voormiddags was weerhouden op een verkiezingscongres.
Hij mocht dan ook de gedenkplaat onthullen en kreeg daarvoor bloemen aangeboden. Met een toespraak die bijna een half uur duurde, hield de ex-premier de aanwezigen in zijn ban en slaagde er zelfs in enkele personaliteiten spontaan te doen lachen. Hij legde ook de nadruk op het nut van deze parochiezaal en het doel van een kerk, terwijl hij de pastoor op zijn beurt, zij het dan figuurlijk, in de bloemetjes zette. Met de ingebruikneming van deze parochiezaal is alvast een nieuwe fase ingeluid voor het reeds zeer actieve parochieleven op Heist Station.